Hallo Kreeft, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot en dit is jullie lezing voor november en december. Dit is een algemene lezing, zo als het niet resoneert met je, kijk dan naar je maanteken of je ascendententeken. Weet je dat niet, stuur dan even een berichtje en dan zal ik je wel een link sturen. En dan kan je het zelf even uitvinden en meer. Dat is ook gratis. Er is een mogelijkheid, als je nieuw bent, klik dan op de lidmaatschapknop en op de bel, dan word je genotificeerd wanneer ik live ga of wanneer nieuwe video's geüpload worden. Ik heb wel een paar mededelingen, want er zijn dingen achter de schermen aan het gebeuren en ik wil graag professioneel worden en mijn eigen website hebben enzovoort enzovoort als life coach en spirituele coach. Dus ik hoop dat dat tot bevruchting komt in 2020. Ik heb de theekaarten hier en ik heb 5 verschillende huizen. En daar heb ik een kaart van de theekaarten gelegd, de Tarot en de Lenneman. En natuurlijk de nieuwe kaarten, de Engelenveer. En deze worden in deze lezing gedaan. En dit is de laatste Nederlandse maandelijkse video die ik ga doen, omdat mijn schema is al veranderd, zoals ik zei. Er zijn dingen achter het scherm aan het ontwikkelen en daarom moet ik ook aanpassen. Mensen, hoe vaker ik live ga en readings doe, daardoor komt het eigenlijk, onder andere, mensen hebben gevraagd of ik romantische lezingen wil gaan doen. En ik heb ook een poll gehad en 87% die vindt de wekelijkse leuker dan de maandelijkse. Misschien ga ik in de toekomst toch weer overstappen naar maandelijks in Nederlands, maar dat weet ik niet. Maar ze worden nu voorlopig allemaal in Engels gedaan en je kan de ondertiteling aanzetten omdat ik voor mensen over de hele wereld lees. Zo, ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben, want ik verlies ook mijn stem als ik 24 video's in 5 dagen moet doen. Het duurt heel erg lang, omdat ik ook niet de goede spulletjes heb om te snel up te loaden. Het maakt allemaal heel veel verschil als ik dat allemaal zou hebben. Ik vind het nog steeds leuk om te doen. Ik blijf live gaan. Er is een optie van de superchat is terug. Zo, je kan een vraag stellen en dan wordt die beantwoord. Dat gaat ook, de inhoud van dat gaat ook veranderen, maar je kan nu een vraag stellen en die kan ik dan uitgebreid uitlezen voor je in de live sessies in de theekamer. En die kost 5,55 euro en dat is 3 kaarten plus verduidelijkingskaart en een orakelkaart. Wil je een 9 kaartlegging hebben, dan is de 9 kaartlegging zonder verduidelijkingskaarten, want het is alleen maar 11 euro en 11 cent. 11, de engelennummer. En dat is 9 kaarten plus 2 orakelkaarten. Wil je een uitgebreide lezing hebben, dan is dit ook een speciale prijs, want de prijzen zal natuurlijk in 2020 gaan veranderen. Maak er gebruik van als je dat wenst. Een lezing van 30 tot 40 minuten is 35 euro. Daar krijg je 9 kaarten, maar die lees ik meer uitgebreider dan wat ik in de 11-11 doe. En daar heb je ook verduidelijkingskaarten en orakelkaarten. En natuurlijk 2, maar als het nodig is, dan doe ik er meer. Omdat het ook privé is en een heel ander een diepere lezing. Ik wil mensen niet laten hangen tussen schip en wal. Oké, nou dat was het nieuws. En wil je de informatie voor de e-mail, dan is dat onder deze video in de omschrijvingsvakje. En ook de donatielink. Als je een lezing wilt hebben, kan je die gebruiken om van tevoren een betaling te doen. Dankjewel alvast voor jullie begrip. Ik wens jullie trouwens ook een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaarwisseling en een beter jaar volgend jaar, 2020.
En wat je dit jaar geoogst hebt, zal je ook volgend jaar zaaien, omdat volgend jaar een nummer 4 jaar is. En dat betekent stabiliteit, productiviteit en winst. Oké, we gaan nu met de lezing beginnen. Je hebt carrière, je hebt je de emmer. En de emmer zegt: het is nu tijd om actie te ondernemen, geloof ik. Het is nu tijd om uit een kwestie of een situatie te komen. Ja, je moet actie ondernemen, want jij bent de magier. Je hebt alle elementen, je kan praten, je bent stabiel, je hebt allebei de benen op de grond. Je moet in actie komen om duidelijkheid en gerechtigheid te krijgen. De tijd is van belang. Of het kan ook zijn: ja, het is nu tijd om in actie te komen, maar doe het rustig aan in je eigen tempo. Neem je tijd. Jij weet wat bij jou resoneert. Voor geluk hebben we de hangmat. En de hangmat betekent: neem vakantie, of mentaal of lichamelijk, letterlijk. En dat kan waarschijnlijk met de koning van bekers zijn. Misschien is jouw partner de koning van bekers, of heb je net iemand ontmoet die een kreeft is, een schorpioen of een vis. Dan is het mogelijk dat je op vakantie gaat of gaat overleggen om op vakantie te gaan met hem. De vogels betekent nieuws en de vogels betekent ook dat iemand misschien het nest verlaat. Of de groep. Dat kan iemand op werk zijn. Misschien verlaat hij de werkplaats. Of jij neemt nu actie om de werkplaats te verlaten. En je gaat op vakantie. Maar er is ook overleg. Misschien ga je overleggen met iemand die een kreeft, een waterkeken is, een schorpioen of een vis. Waar ga je op vakantie? Wanneer gaan we op vakantie? Waar gaan we naartoe? Maar in het slechtste scenario, kijk uit voor geroddel. In je liefdesleven hebben we de kroon. En de kroon betekent dat eer en respect zal naar je toe komen. En dat krijg je in andere woorden. Je bent misschien door de oorlog geweest, of laten we zeggen niet oorlog, maar in een hele slechte periode. En er is nu een einde aangekomen, want je hebt een team. Je neemt nu ook even rust voordat je weer aan het nieuwe begint. Want een team wordt een nieuw begin. En misschien, zoals ik al zei, heb je actie ondernomen om de werkplaats te verlaten. En jij neemt nu even rust. De boek betekent misschien een nieuwe studie of nieuwe kennis. Want het boek betekent ook geheimen. Misschien zijn er bepaalde geheimen naar boven gekomen omdat iemand jou verteld heeft dat iemand over jou roddelt. Of misschien heb je nieuws gekregen over je werkplek of je relatie. En nu ga je op vakantie of neem je tijd uit, rusten en ga je denken wat je gaat doen. Want je laat zeker een fase achter je en je gaat op naar een nieuwe fase. Je rijkdom, dat is een brug. Zo, net zoals ik al zei, van het einde tot het begin is een overbruggingsperiode. Misschien moet je de brug over om tot iets te komen. Laten zien wat de kaart zegt. Succes. Je zult succes hebben en je overkomt een probleem. Zo, dat klopt ook wel, want je hebt de 6 van Staven. Je bent victory. Je bent de held. Je hebt victory. Victorious. Ik geloof dat het misschien wel goed Nederlands is. En deze kaart betekent: jij bent de winnaar. Je hebt de recognitie, erkenning, je wordt binnengehaald als de kampioen. Je hebt gewonnen. Misschien heb je dus geheimen ontdekt en je hebt er een einde aan gemaakt en je bent klaar voor het nieuwe begin. En dat maakt je een held, want je bent de confrontatie aangegaan.
Misschien ben jij de mediator geweest tussen twee mensen of jezelf en je partner. En je hebt gezegd, hoe gaan we dit doen? Overleggen. Wat gaan we doen? Gaan we verder of houden we ermee op? Ik denk dat jullie op vakantie gaan met elkaar en een nieuw begin maken. En dat het juist zal slagen. Dat de situatie gewonnen is. Misschien was jij depressief, of ben je depressief, of zit je in je hoofd. Misschien heb je geen zelfvertrouwen, of geloof je niet in jezelf. Nou, mijn advies is: geloof in jezelf, want je bent de winnaar. Je hebt alles in je macht om het werkelijk te maken. Het komt niet aanwaaien, nog werk, nog een relatie. Je moet eraan werken om het een succes te maken. En soms is het moeilijker dan andere tijden. We hebben allemaal onze ups en downs. Zo, maak een beslissing. En wat ben je hier aan het doen? Oké? En hier? Het kan ook een vuurteken zijn, je partner. En dat is een boogschutter, een ram en een leeuw. Je hebt su voor succes heb je de club. Dat is een knuppel. Oké? Als ik een knuppel met spijkers vanuit de 16e eeuw of de 17e. Iemand probeert tussen jou te komen. Iemand probeert of tussen jou te komen of jou iets te laten doen tegen je wil. En nou, succes. Jij bent de winnaar. Zo, jij laat niemand jou vertellen wat je moet doen. Echt niet. En dat is jouw beslissing. En je hebt actie ondernomen. Oké. En dan hebben we de knecht van bekers. En bekers staan voor liefde, passie, zorg, seksualiteit en sensualiteit. Misschien krijg je nieuws, een liefdesbrief of een liefdesaanbod of een liefdesbericht. Of misschien krijg jij wel een aanbod van een baan. En dat kan in de zorg zijn. Dat kan jouw passie zijn. Of dat vind jij het mooiste in de hele wereld. Ik noem maar wat. Een raceauto, bestuurder. Dat is jouw passie. Dat is jouw liefde. Of een verpleegkundige of een leraar. Zo, lerares. Het maakt niet uit. En ik denk dat je zelfs meer keuzes gaat krijgen dan één. En welke deur ga je kiezen? De deur die open staat, of die helemaal open staat, of de deur met een kier? Want dit is eigenlijk de kruisweg, maar het heeft deze kunstenaar uitgebeeld in een splitsende trap. Nou, voor november hebben we de engelenveer en dat is crème. Omarm verandering. Omarm verandering. De engelen die klappen. En die zijn blij dat je bereid bent om de veranderingen te omarmen en te accepteren met volwassenheid. En in december hebben we de zwarte engelenveer. Het antwoord is nee. Gaat mijn relatie kapot? Nee. Verlies ik mijn baan? Nee. Zijn mijn dromen onreëel? Nee. Zijn mijn beslissingen verkeerd? Nee. Zo, dat is duidelijk een nee. De engelen hebben je vraag gehoord en het antwoord is definitief nee. Zo, dat is de energie om je heen, kreeft voor november en december. Ik wens je een hele fijne jaarwisseling en natuurlijk ook een fijne kerst. En onthoud, als er iemand alleen is, denk dan even aan ze. Want kijk eens, hij steekt uit als kiespijn. Laat het zo zeggen. Wees niet alleen, nodig iemand uit en isoleer jezelf ook niet. Oké? Wees de kampioen. Nodig mensen uit en vier het. Net zoals hier, als een groep mensen. Familie, vrienden, kennissen. Poeh.
zou leren van. Het is niet leuk om alleen te zijn. Als je weet dat er iemand alleen is, geef ze dan een belletje op kerstdag of de dag voor kerst. En laat ze weten dat je aan hen denkt. Dat betekent al heel veel. Zo geef me de duimpjes op en deel deze video met vrienden en familie. En ik hoop je in de live sessies te zien en anders in de volgende video. Wees gezegend en tot ziens.